Welkom bij de Belastingdienst. Hoi, ik ben Claudia. Ik werk nu een halfjaartje als supervisor bij de Belastingdienst. Ik ben Erik. Ik werk nu een jaar ongeveer bij de Belastingtelefoon als informant. En dat doe ik nog steeds met heel veel plezier. Mijn dagelijkse werkzaamheden als supervisor zijn het coachen en het aansturen van nieuwe informanten binnen de Belastingtelefoon. Wij spreken zo'n 30 tot 40 mensen op een dag die we eigenlijk zo goed mogelijk proberen te ondersteunen bij het kunnen voldoen aan hun belastingzaken. Toen ik bij de Belastingdienst ging werken, had ik eigenlijk het idee dat het een beetje een stoffige werkomgeving zou zijn. Met veel oudere mensen, maar dat is totaal niet zo. De werksfeer is gigantisch goed. Je merkt gewoon dat het heel erg veel mensen helpen is waarbij dat kan. En dat is niet het beeld dat vaak wordt gecreëerd. En als je dan wel inderdaad dat kan opwekken, dat gevoel bij de mensen, dan is dat fijn. Als supervisor vind ik het ontzettend leuk om de nieuwe informanten binnen de Belastingtelefoon te laten doorstromen naar een special. En ze daar echt zien ontwikkelen. Dat is echt heel leuk. Ik vind het leuk om bij de Belastingdienst te werken omdat het elk gesprek anders is. Ik kom met klanten in contact en ik vind de diversiteit in de gesprekken vind ik heel erg fijn. Je merkt gewoon dat je tegenover een mens zit en niet gewoon inderdaad een klant die iets van je koopt. Het is echt iemand die hulp nodig heeft en geen idee heeft hoe die dat zelf gaat aanpakken vaak. En die kun je daar gewoon wegwijs bij maken. Het samenwerken met collega's is eigenlijk dat wij proberen het gewoon lekker luchtig te houden. De gesprekken tussendoor even met elkaar praten, de pauzes even naar buiten of even pingpongen. We hebben regelmatig dat de Belastingdienst een feestje organiseert of dat we een vloerfeest vanuit onszelf organiseren. En daarnaast gaan we ook buiten de werktijd wel eens naar het café. Het is een hele sfeervolle, gezellige baan. De vloer is ook echt altijd super gezellig met een grapje op zijn tijd. Een karaktereigenschap die je nodig hebt om bij de Belastingdienst te gaan werken is zeker klantgericht zijn, omdat je elke dag met klanten in contact komt. Dat je toch wel een bepaald inlevingsvermogen hebt. Niet iedereen zal evenveel begrip hebben, maar soms kun je dat ook juist door goed op hun in te spelen dat wel opwekken. Werken via Randstad bevalt erg goed. Mijn aanspreekpunten zijn allebei ook altijd makkelijk benaderbaar en ik krijg ook altijd snel reactie terug, dus dat is heel fijn. Het is gewoon duidelijk, je weet waar je aan toe bent en ze communiceren alles op tijd door. Want als je hier binnenkomt, dan word je echt meteen opgeleid tot beller. En daarbij is een hoop coaching aanwezig, zodat je ook gewoon jezelf kan ontwikkelen. Pas als je op een punt zit dat zij denken van het is goed, laten ze je volledig los en dan lukt dat. Wat ik als eerste ga doen als ik morgen op het werk kom, is mijn informanten begroeten op de belvloer. En wat doe jij morgen?